Hallo, we gaan vandaag driehoek nummer 13 tekenen. We moeten een driehoek met een zijde van 4,5 cm tekenen en de aanliggende hoeken van die zijde meten 75 graden en 60 graden. We gaan naar knop 3 kiezen voor een lijnstuk met vaste lengte en geven in 4,5. Klikken op OK. Nu gaan we naar knop 8, rollen dat open, kiezen voor hoek met gegeven grootte. We klikken op punt B, daarna op punt A en nu geven we in 75. We klikken op tegenwijzers in. Oké. En nu gaan we naar knop 3 en kiezen voor halfrecht door twee punten. We klikken op punt A door het punt B-accent. Hier in het algebra-venster gaan we punt B-accent onzichtbaar maken. We klikken daarvoor op dat bolletje. Nu gaan we terug naar knop 8 en gaan we de andere hoek meten. We klikken op punt A, daarna op punt B en geven in 60. Nu klikken we wel op wijzers in. Oké. We klikken terug op knop 3, halfrecht door twee punten. Klikken op punt B, door punt A accent. Terug in het algebra venster zet je punt A accent onzichtbaar. Nu gaan we het snijpunt aangeven van die twee rechten. Halfrechten. We gaan naar knop 2, kiezen voor snijpunt van twee objecten en klikken dat aan. Nu moeten we nog de veelhoek maken. We gaan het nu eens proberen te verplaatsen en kapot te maken, die hoeken. Je ziet dat lukt niet. Klaar.